heeft een echte remmer. Dat willen we allemaal wil wel, hè? Dat wil ik zeker weten, of dat zo is. Is het een Rembrandt of niet? Het is een Rembrandt. Het is een Rembrandt. Nou ja, zeg. Dat is wel heel leuk. Een echte Rembrandt. Nou, ik ben benieuwd. Ik zou hem waarderen met twee voeten op de grond. 30.000 euro. Dat had ik niet durven denken toen ik hier naartoe reed. Ja, hallo. Dag, welkom in Museum Krona. Ja. Fijn dat u er bent met de ontdekking van Kunst en Kitsch, de S van Rembrandt. En geweldig dat u Rembrandt iets beschikbaar wil stellen voor de tentoonstelling met Ets over Rembrandt die wij organiseren. Samaritaanse vrouw, die kan zeg maar nog iets meer naar rechts. Ik ga u voorstellen aan Evert Douwers. Hij heeft meerdere etsen van Rembrandt ook voor deze tentoonstelling beschikbaar gesteld. En hij is tevens een deskundige, dus hij kan nog even naar uw ets kijken. Ah, hey, Wouter. Mag jij voorstellen, mevrouw? Hij heeft haar ets meegenomen. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat ziet er al heel bijzonder uit, moet ik zeggen. Ja. En het eerste wat we gaan doen is toch eventjes kijken naar het papier zelf en zien of de structuur inderdaad overeenkomt met 17e eeuws papier wat Rembrandt natuurlijk gebruikt heeft. Het zijn eigenlijk de zijbanen die het hem doen en dat is 17e eeuws papier, dat is absoluut duidelijk. En kijk, als je heel goed zou kijken, dan zie je hier ergens nog misschien een heel klein gedeelte van een stukje watermerk. Oh, ja. En die punt die hoort bij een fool's cap, zoals we dat noemen, een nar. En ook dat staat weer in een boek, dat kunnen we dus nog eens even nakijken. En bij deze afbeelding zie je heel duidelijk een beetje dat slagtandidee, wat ook zichtbaar is. En die bolletjes hierboven, die zijn ook nog zichtbaar in dat papier. Dat is al een heel goed teken, moet ik zeggen. Ja. En dan gaan we natuurlijk kijken naar de kwaliteit naar de manier waarop hij ook echt geëtst is. Ik denk ook, en dat is wel heel belangrijk, dat de ets gemaakt is in de tijd van Rembrandt. Want er waren natuurlijk ook heel veel afdrukken die weliswaar in de 17e eeuw zijn gemaakt. Maar Rembrandt is overleden in 1669. En daarna zeg maar zijn die landschapsplaten eigenlijk verdwenen. Dat is dan weer de reden waarom een landschap ook wel duurder is, ja, dan de andere, bijvoorbeeld Bijbelse voorstellingen en zo. Gewoon omdat het nog zeldzamer is. Van deze ets, waarvan dus de plaat verloren is gegaan, zijn dus geen latere staten. We denken dat hij misschien ongeveer 60 afdrukken van deze ets heeft gemaakt. Rembrandt had niet het geld om in één keer zomaar 25 te maken. Maar die deed dat, zeg maar, bijvoorbeeld in plukjes van 10. En zo is hij dus eigenlijk, zeg maar, naar ongeveer, denk ik, een 60-tal gekomen. Waarvan we hebben gezien dat er zeker 30 in musea hangen. Dat er misschien een stuk of 15 verloren zijn gegaan. En de rest zit bij verzamelaars. Waarom kon hij zich dat niet permitteren? Was het duur? Was het... Omdat hij in de eerste plaats een ongelooflijk verzamelaar was. Dus al het geld ging eigenlijk op aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld Italiaanse etsen vond hij helemaal prachtig. Munten, oude munten, vond hij geweldig. Maar ja, daardoor is hij heel langzamerhand wel in een faillissement terechtgekomen. En gelukkig had hij een hele wijze vrouw, Hendrikje Stoffels, die ervoor gezorgd heeft dat bijvoorbeeld via die grafiek, via die platen, er eigenlijk nog een stukje kapitaal naar Titus is gegaan. Heel slim hebben ze in die tijd de platen op naam van Titus gezet via een notaris. Dus alles wat werd afgedrukt en waar ze geld voor kregen, ging dus eerst naar Titus en Hendrikje om dat te besteden voor Rembrandt. In die jaren, dus 1640 tot 1642, heeft hij een aantal hele mooie landschappen gemaakt. Dit is bijzonder omdat hier een tekenaar in staat. Die zit hier zeg maar echt aandachtig te kijken naar die boerderij. Het zou Rembrandt kunnen zijn,
man heeft een hoge hoed op. Rembrandt had dat ook vaak. Was natuurlijk eigenlijk kind aan huis bij veel van die mensen. Een soort zelfportretje. Ja, een soort zelfportretje inderdaad. Jan Steen heeft dat ook vaak gedaan. Hè? Kleine zelfportretten, zeg maar, in zijn schilderijen. En ja, dat zijn van die artistieke vrijheden die een kunstenaar neemt. Hebt u iets over de lijst? Ja, ik was niet heel erg verrukt van de lijst die er omheen zat. Dus ik dacht, misschien hebt u daarvoor een advies. Dit zijn op zich hele mooie lijsten. Daar past hij ook precies in. Links, rechts en van boven en onder. Dat kunnen we nog aanpassen. Ja. En het leuke hier is dat je de drie omgekeerd ziet. Dus hè, zoals u weet, alles moet spiegelverkeerd gedaan worden. Ja. Dus als je je naam goed wil schrijven, ja, dan moet je dat ook spiegelverkeerd doen met het jaartal. En soms vergat hij dat. En in dit geval heeft hij gewoon de drie normaal gedaan. Maar die zie je dus precies omgekeerd in spiegelbeeld. Ja. Ja, landschappen, heerlijk. Want daar zien we te weinig van. Zeker in de etskunst. En daar is hij ook zeer natuurlijk in. En als we natuurlijk ook naar de pannenkoekenbakster kijken. En je kijkt dus naar die gezichtjes van die kinderen. Maar überhaupt de uitdrukking van mensen. Dat is heel specifiek. En heel geniaal eigenlijk hoe die elk mens toch zijn eigen geest en ziel geeft. Wat heeft uw voorkeur? Landschappen vind ik heel bijzonder. Maar ook die genrestukken waar veel mensen op staan. En waar met name ook dingen gebeuren van alle dag. Zodat wij vandaag ook kunnen terugkijken naar vroeger. En eigenlijk zien dat er niet heel veel veranderd is. De mens blijft altijd van vlees en bloed. En Rembrandt was wel degene die dat op een zeer fantastische manier kon uitdrukken. Ik wil hem het liefste houden, maar stel dat ik hem toch zou gaan verkopen. Maakt het dan wat uit of het een landschap is? Is dat gunstig? Ja, dat is best wel gunstig. Ja. In uw geval zou ik zeggen, als het al heel lang in de familie is, ja, dan zou je het bijna willen overdragen naar de volgende generaties. He, dan zou je het wel eigenlijk willen houden. Sterker nog, dan zou ik bijna voorstellen dat u er af en toe weer één bij koopt. Want ja. Dan kunt u namelijk uw collectie wat verbreden. En dan krijg je meer verband bij de Etsen.